jongens. Daar is die. Zijn we er Wie klaar staat voor? Er bovenaan? Wacht, dat ben ik even kwijt hier. Maar... Oh, dat ben jij, hè? Ja, Spanje tegen Italië. Spanje. Ja, dat wou ik ook zeggen, want dat is de laagste notering. Dat ga ik nou een tijdje aanhouden natuurlijk. Spanje inderdaad, ja. Wit-Rusland, Zweden. Gelijkspel. Iemand, oh, maar dat zei iemand voor daar, dus dat telt niet dan. Gelijkspel. Gelijkspel? Dat zou het allerbeste zijn. Ja. Ja. Ja, ik zeg Zweden. Ja. Ik zeg Zweden. Ja, dan zijn we er al, als het gelijkspel wordt. Ja, ik zeg Zweden, want die meneer achter me die heeft heel veel verstand. Ja, die heeft voorgezegd. Nee, ik zeg ook Zweden, want die heeft het laagste nog. In Nederland, Bulgarije? Ja, Nederland, man. Ja, Nederland, man. Kan niet anders. Gelijkspel. Oh, mijn god, zeg. Ik zeg ook Nederland. Dus twee keer Nederland, één keer gelijkspel. En dan nog de extra vraag, gaat Nederland 3 of meer doelpunten maken? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Ja. Iedereen gaat het voorzitten, zeg je. Ja. Nou, kun je nagaan hoe populair dit spelletje is. Ja. Ja. Wij hebben dit spelletje echt verheven tot volksvermaak. Op de kaart gezet, dit spel, inderdaad. Dus jij zegt je moet ook maar rekening sturen. Allemaal nee. Rekening, ja. Nou ja, volgens mij anders zouden we hier ook niet kunnen zitten, denk ik. Maar dat geldt terzijde.